Goedemiddag, dames en heren. Hartelijk welkom thuis. Hartelijk welkom hier op het plein. Welkom bij aflevering 26 van Zomer in Gelderland. Het weekend is weer voorbij, dus tijd voor een kerstverse aflevering. Welkom vanuit het mooiste dorp in Gelderland. Wel, ze reageren niet meer. Welkom vanuit... Nou, mijn caravanetje is weer gewassen. Daar zit een topgast bij die hele lekkere koekjes kan bakken. Op de fotowand hangen prachtige verhalen van die dammers. En dan de coach. Ja, de coach heeft vandaag weer heel hard gewerkt samen met zijn team om het zomerspel een groot succes te maken. Ze kregen vanmorgen de opdracht uit handen van de radiocollega en toen moesten ze weer rap aan de slag. Hoe is het hun vergaan vandaag? We gaan even kijken. Deze dag staat in het teken van het thema dochtertje spelen. Tong uit de mond. Ik zal wel een spoedopname ervan maken. Oh. Even hoesten. Om 6:15 is er op deze plek een decor te zien dat minimaal bestaat uit een operatiekamer met artsen in het groen en een patiënt op de tafel. Een ziekenhuiszaal met minimaal 4 bedden. Ingang van het Rode Kruis Hospitaal. Goedemiddag. Kleed u zich maar even uit, mevrouw. Nee, ik kan niet. 190. Zo? Ja. Oh, oh, oh. Nee, ziekenhuisopnametje wordt dat. Ja. Dit hebben we allemaal gekregen. Nou, hartstikke leuk, hè? In de bedden liggen verschillende patiënten. Iemand in het gips, een kind, een liefst echte hoogzwangere en ook een hoogbejaarde patiënt. Een ooievaar komt de baby brengen. En dokter Bernard is er ook. En hij onderzoekt een patiënt. De rechterkamer, de linkerkamer, de linkerboezem. Terwijl Bonnie Sinclair het nummer dokter Bernard playbackt. Door de zenuw is denk ik die spier vastgeslagen. Oh, wat doet dat zeer, zeg. De spieren komen nou weer een beetje los, hè? Jel, jel, jel. In ons ziekenhuis. Coach Henk van den Berg, jullie hebben een lekker dagje gehad, of niet? Een heerlijke dag, Angelique. Ja. Echt waar. Wat wil je met zulk mooi weer vandaag? Ja, hè? We hebben top weer, maar we hebben ook weer een top uitvoering van de opdracht, moet ik zeggen. Ondertussen komt hij gewoon iets heel smerigs uit de patiënt. Is de operatie begonnen? Ja. Oh, gadverre. Ik durf haast niet te kijken, hoor, nou. Is de patiënt overleden? Nou, ik weet niet of die al overleden is, maar het ziet er wel heel naar uit, moet ik zeggen, hoor. Jullie hebben echt ongelooflijk je best gedaan. Er staat van alles. Er vielen allemaal lichaamsdelen uit dat lijf de hele tijd. Ja, ja, dat is... Je hebt een goed team, of niet? Ik heb een fantastisch team, Angelique. Absoluut. Het was even heel zoeken naar de mensen, de juiste mensen. Ja. Want ja, we wisten natuurlijk niet wat onze opdracht was. Dus ik heb zoveel mogelijk mensen gezocht die overal hun connecties hadden, hun netwerken. Ja. En dat is goed gelopen, moet ik eerlijk zeggen. Ik merk in mijn omgeving mensen zeggen dat kan niet. Dat die mensen 's ochtends een opdracht krijgen en dit dan in één dag tijd neerzetten. En dat doen jullie wel, hè? In één dag. Ja, dat doen we, in principe wel. Dan hebben we natuurlijk een heleboel voorwerk gedaan. Want vorige week hebben we natuurlijk wat artikels gezet in de bladen die in die dam zelf en rond gebeuren. Ja. We hebben onze mensen gemobiliseerd. Maar wat zet je daar dan in? Want je weet niet wat de opdracht is. Nee, we hebben gezegd van nou, als we een oproep doen, telefonisch aan u of via geluidsvragen of wat dan ook. Jongens, ga ons helpen. Ondernemers hebben we gevraagd om ons te helpen. Ja. Dat konden we ook omdat we iemand hebben in onze ploeg die uit ondernemerswereld komt. Mooi. Dus ja. Zo konden we van alles organiseren. En, maar hoe kom je dan aan al die medische attributen en zo? Waar sleep je die zo gauw vandaan? Nou, die hebben we vandaag kunnen verkrijgen vanuit het ziekenhuis Alicius in Zevenaar. Wat lief. Ja, we hebben heerlijk gesproken. Even een applausje voor het ziekenhuis in Zevenaar, hè? Helemaal goed. Dan nog even, niet onbelangrijk, wat is jullie goede doel? Jullie spelen voor 1.000 euro met dit zomerspel en dat gaat naar welk doel? Dat gaat naar de voedselbank en dan specifiek voor de mensen hier in Didam. Om die gebruik maken van de voedselbank, ja. Om die met kerstmis
een extra kerst... extra lekker kerstmaaltje. Ja. Zijn er veel mensen hier die gebruik maken van de voedselbank? Wat ik een beetje begrepen heb vanuit mijn connecties dan... zijn er 30 gezinnen die daar hier binnen die dam gebruik van maken. Ja. Ja, en ik weet dus niet met kerst hoeveel dat er zullen zijn. Nou, ze krijgen in ieder geval een lekker kerstmaal. Ja, absoluut, want die opdracht, ik ben benieuwd of jullie hem gaan halen. Maar ja, ik hoop het ook. Schat zo in ieder geval wel. Wij gaan even kijken naar wat mooie beelden. Want die dam is ook al best oud. Langs het tuinpad. Langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Die dam. Romeinen en Germanen hadden hier nederzettingen. Dat blijkt uit de talloze munten en godenbeeldjes die hier zijn gevonden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de hoge Duitse commissaris Rauter hier zijn huis. Op weg van Didam naar Apeldoorn werd er op hem een aanslag gepleegd bij de Woeste Hoeve. Didam is verder een gezellig dorp met een groot verenigingsleven, zoals de talrijke schutterijen die er zijn. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Bij mijn caravannetje zit Paul Bernsen en hij is kampioenbakker. 4 keer van Nederland geworden en 3de van Europa zelfs. Super knap. Ja. Hoe krijg je dat van elkaar? Nou, hoe krijg je dat van elkaar? Het is wel even geleden hoor. Even denken, in 93, 95, 97 ben ik Nederlands kampioen geweest. Productniveau zeg maar. En van daaruit mochten de 3 kampioenen van Nederland naar de Europese kampioenschappen in Frankrijk. En daar zijn we toen met ons team zeg maar 3de geworden. Maar wat zeg je nou productniveau? Toen moest je dus alleen nog producten inleveren zeg maar. Een brood en een ontbijtkoek en die dingen allemaal. Oké, dus en een nu, beetje de standaard dingen ja, zeg maar. Ja, en nu wordt dus het hele bedrijf gecontroleerd op de huidige kampioenschappen. Je hebt een heleboel koekjes voor me meegenomen. Ja. Nou, is voor het publiek. Oké, maar wat is dit voor moois? Dat is het Limes Liesje. Het nieuwe koekje wat 27 augustus... ten doop gehouden wordt. Alleen toen ik hoorde dat jij kwam, zei ik, nou, dat is een unieke kans. Mooi. Het Liebesliesje. Ja. Het Liebesliesje, ja. En is dat gebaseerd op een van jouw mooie dochters? Dat is op, het verhaal gaat zo, zeg maar. Ik heb 2 dochters, die waren in de bak... Je begint eraan. Ja, pas op, hè. Als je eenmaal aan het eten bent, dan kun je niet meer stoppen. Mag wel. En dan neem ik de uitzending wel over, dat is niet zo erg, maar... en ze waren met z'n bijen aan het spelen in de bakkerij. Toen ze de een van die 2 viel met gezicht in de mail, zeg maar. Ja. En daar zat toen de afdruk van haar gezicht in. En daar is eigenlijk het koekje vandaan gekomen. Het Liebesliesje. Het Liebesliesje. Maar eigenlijk... Een soort Arnhems meisje, maar dan het Liebesliesje. Nee, dat is anders. Eigenlijk het achterkoekje, dat ken je ook wel, zeg maar. Dat is deze, hè? Dat is die, het koekje. En daar zit de limes, is een onderdeel van de achterhoek, zo je wel weet. En dit is dus de limes, dit stukje zeg maar, dus de A en de C, dat titje wat eraan zit, dat is dus de limes. Dat titje wat eraan zit is ja, de limes. Ja, en dat was Humphrey Ottenhoff, die wou toch wel graag dat of de limes ook een eigen koekje kreeg. Dus daarom hebben we nu het limesliesje. Ook even proeven, hè? Ook even proeven, ja. Even, kan jij ondertussen vertellen, dat het bakkersvak zit jou in het bloed, je bent al 5e generatie. Ja. Heb je nooit overwogen van, nou ja, ik ga lekker wat anders doen, ik word timmerman of zo? Nee, ja, dat zit zo, ik ben dus de 5e generatie bakker, hè. Ik van oorsprong komen uit Azenwijn. Wat net de juffrouw hier al vertelde, hè, want die woont nu ook in het mooie dorpje Azenwijn. Daar moet je volgend jaar maar eens naartoe met de zomertour. Ja. En daar hadden mijn ouders een bakkerij. Mijn vader was dus de 4de generatie. Helaas is hij 6 weken geleden overleden. Dus hij weet wel dat we hier nu zitten. Dus hij zal wat meer kijken. Ik ben de 5de generatie van die dam begonnen, want Azenwijn was me klein. En we gaan hier vrolijk verder. En, ja, ik zeg wel, het ondernemen vind ik eigenlijk het mooiste. En dat we thuis dus een bakkerij hadden, daarom zijn we dus bakker geworden. Maar het bakkersvak is ook heel hard werken, heel vroeg opstaan. Ja.
Het lijkt mij ook zwaar. Dus daarom dacht ik van, goh, waarom ga je daar toch mee door dan? Waarom... Ja, als je jong bent, dan zie je dat allemaal niet zo. En dan valt die zwaard ook wel mee. Maar het was dus vroeg op, maar je was ook weer vroeg weer klaar. En het mooie was, je begint met niks, hè, met meel, zeg maar. Je bakt een brood van en s'avonds heb je geld in de kassa. Want geld verdienen vond ik ook altijd interessant. En valt er een beetje te verdienen als bakker? Valt in de bakkerij, zeker. En dan bakkelijk zegt dan, nou, een goede boterham te verdienen, ja. Ja, maar die dam is best klein ook. Nee, die dam is niet klein. Nee, dat moet ik niet zeggen. Nee, die dam is niet klein. Die dam is niet klein. En die dam is ook zeker nog een traditionele bevolking. Want als je kijkt, het aandeel bakkerslagers waar we die dam nog hebben. Dan zijn die dames ook trots op, zeg maar. Ze gaan er massaal naartoe nog. Landelijk gezien ligt het bezoekersaantal van de ambachtelijke bakken en slagen hier hoger dan in het gemiddelde van Nederland. Hoeveel inwoners zijn er in die dam, weet je dat? In die dam zelf denk ik 18.000 en aan Lowell en Nieuw-Dijk erbij, daar komen we aan dikke 20.000. Ja, en de mensen komen ook van heinde verder naar jou toe. Sorry jongens, sorry. Ja. Wat is jouw geheim? Wat onderscheidt jou nou van andere bakkers? Wat me onderscheidt, denk ik, dat is, ik kan het niet alleen, hè. Ik doe het ook niet alleen, ik heb een team van 20 medewerkers. En ooit stond een keer in een juryrapport van de jury waardeerde mijn vakmanschap voor mijn werk, zeg maar. Maar ook vooral de liefde die ik had voor de medewerkers, zeg maar. Oh, mooi. En ja. Dat is dus, vandoor heb ik toen ook een keer verkozen, 2006 dacht ik, tot de beste, de baas van het jaar, zeg maar. Fantastisch, dus mooi. Gewoon, dat betekent dus dat mensen gewoon bij de kleine ambachtelijke bak ook een goede job kunnen hebben. Ja, een goede baan. Nou, ja, en dat mooi. Is dus, ook al ben ik er niet, dan gaat het gewoon allemaal goed door. Wat vinden jullie, jongens? Lekker? Maar dit is het koekje, want dat is natuurlijk nu vandaag hebben we een fantastische dag gehad met zomer. Het graan staat nog in Zevenaar bij de Vijgensonbrug in Babberich bij Molen de Hoop. En we moeten eigenlijk oogsten, want 27 augustus moet er brood van gebakken worden. Ja, maar, je gaat een enorme. Ja, een maar enorme het weer zit heel net tegen, dus het graan staat nu nog op het land. Dus we hebben nog eigenlijk 2 dagen zon nodig voordat we kunnen combineren. Dat gaat lukken. De zomer is begonnen in Gelderland. Ja. We gaan even naar Angelo, want die gaat een biertje drinken met een heel stoer wijf. Pardon? Waarom nou alleen weer de jongens van de schutterij? Doen de meisjes niet mee? Dacht het wel. Het is niet zomaar een geweer. Het is een Mosina Gant uit Rusland. In de Eerste Wereldoorlog meegevochten. Proost! Martine is een stoere vrouw die al bijna een keer koningsschutter was. En ook nog het type dat vroeger vooral werd ingezet voor de catering. Lekker, zo op de middag. Ik begrijp het niet. Want je kunt met Martine heel goed zelf een schuttersbiertje of wat voor bier dan ook drinken. Nou, ik lust er best wel een paar, hoor. Jawel, jawel. Ik ben vorig jaar tweede geworden bij het gewone schieten. Ik schiet. Chapeau. Ja. Ik zou zeggen, zet hem op. Nou ja, natuurlijk. Ik zet hem op. Ja, kijk. Is dat een vrouwenpet? Nee, dat is gewoon een universele pet. Die pet past ons allemaal, maar de schuttersvrouwen pas sinds 13 jaar. Tot 98 was het alleen maar iets voor heren. De mannen gingen schieten en de dames zorgden voor de soep. We hebben een... Flink moeten lobbyen binnen de vereniging. En in 1998 was het dan uiteindelijk zover. Er was 1 tegenstem van mijn man, maar goed, die heeft pech gehad. Met Schuttersfeest marcheert mijn dochter altijd met deze vlag. 10% van de leden is maar vrouw die meeschiet. Dus dat zegt het al. We hebben natuurlijk minder kans dan die mannen die meeschieten. Daar zit het hem in. Maar ik moet zeggen, de vrouwen doen die ons heel goed mee bovenin. Ja. Even wij het glas op Sint Isidorus. Sint Isidorus, onze schutterij. Houden van folklore en van drinkerij. Proost. Terwijl Martien nog even doorzingt, wil ik wel eens weten wat nou de lol is van het schieten. Dan weer vol. De charme van het schieten is de spanning. Elke keer weer de verrassing wie de koning wordt. Er wordt natuurlijk wel een beetje lachig om gedaan. Van, ja, wie wordt dit jaar prins Lullo, zeggen ze dan. Maar, hoezo prins Lullo? Ja, nou ja, als jouw vrouw koning wordt, dan ben jij prins Lullo. Dus, dat is een beetje het oh, ja. Oké. Dus uw man was vorig jaar bijna prins Lullo? Bijna, ja, ja. En hoe gaat dat dan thuis? Nou, op zich wordt het wel heel goed opgevat, hoor. Jawel, hij zou het me wel heel goed kunnen. Mijn zoon marcheert altijd met dit geweer. En Martine? Die zingt vrolijk door. Kloren en van drinkerij. Proost.
Kunt u het een beetje verstaan, meneer? Ja? U, hè? Kunt u het een beetje goed verstaan? Ja, heel goed, hoor. Ja, weet u waar u met uw hoofd tegenaan hangt? Ja. Ja, ja. Hey. Dat krijg je niet elke dag, dat, hè? Nee, dat is maar dat. Zo. Waarom reageert het publiek nou zo heftig als ik zeg dat die dam niet groot is? Want die dam is toch ook niet zo groot? Nou, dat vergis je in, Angelique. Want als je bij de schuttersfeesten met de schuttersbogenroute fietst, dan fiets je gemiddeld 40, 45 kilometer. Dus vandaar... Om die dam heen. Om die zo dam groot. Heen en binnen die dam door. Ik zal het nooit meer zeggen. Ik zal het nooit meer zeggen. Kijk, we zijn natuurlijk doktertje aan het spelen. Heb je dat zelf trouwens wel eens gedaan, vroeger? Ja, vroeger ja. Dan mocht ik ook eens een keer doktertje spelen. Maar ja, dat ging me niet zo goed af, hoor, moet ik zeggen. En met wie? Ja, met mijn broers en zusters. Dus, oh ja? Ja, ja, ja. Ja, gelukkig wel. Dan gaan we het na de uitzending nog ja, even. Ja, daar gaan we nog over hebben. Kijk, bij doktertje spelen kan natuurlijk... Twee mensen kunnen niet ontbreken. Namelijk dokter Bernhard. En? Onze eigen Bonnie Sinclair. Daar is ze. Oh, Bonnie mocht willen dat ze er zo goed uitzag. Nou. Ja. Alleen dat dronken deel, dat was wel een beetje heftig, hè? Maar wie ben je eigenlijk? Ik ben Cindy. Ik ben de dirigente van het koor die dadelijk gaat zingen. Helemaal goed. Nog een heel hard applaus voor haar. En dokter Bernhard is een echte dokter? Nee, ik word Bernhard Bas. U wou dat u kent? Ja. Wat doet u in het dagelijks leven? Nou, ik ben futter. U bent futter? Ja, ja, ja. Nou, dat je dit nog mee mag maken, ja, hè? Dat op mijn is leeftijd echt dan. Ja. Blijf er gezellig even bij, Bonnie. Heel goed gedaan. Dit was onderdeel van de opdracht. Maar dan was er nog iets. Er moest namelijk een baby geboren worden in deze show. Dat lijkt me best een pittige opdracht. Nou, dat was echt wel pittig. Maar ja, goed, we konden natuurlijk heel snel zorgen voor iemand die hoogzwanger was. Ja. Moesten wel een beetje oppassen dat het natuurlijk niet in een tv-uitzending nu gaat plaatsvinden. Maar goed, nou, dat hebben we een beetje opgelost. En ik zie nu inmiddels al een beetje de ooievaar binnenkomen onder met het kind. Dus... Een ooievaar met een baby. Laat me los. Het is een heel zwaar kind. Dankjewel, ooievaar. Kijk dan, wat een mooi kind. Hou eens vast. Ah! Oh, schrik ervan! Als jullie denken, voorzichtig met het kind. Hey, even nog iets anders, hè, Daar. Fijn dat ze er is. Even over die schutterij. Zit in het filmpje. Ja. Er mogen nog niet zo heel lang vrouwen lid van worden. En jij bent voorzitter van een heleboel schutterijverenigingen. Dat klopt. Wat is dat voor ongeëmancipeerde... Nou, nee, eigenlijk is er niet zo ongeëmancipeerde... Geëmancipeerd. Ik kan bijna niet meer uit de woorden komen. Nou, hoor. Ik word er helemaal verlegen van. Nee, het is gewoon zo, omdat eigenlijk de schutterijen en de gilden die we hier in die dam en omgeving hebben, waarvan ik kringvoorzitter mag zijn, ja, waren eigenlijk de troepen die het dorp beschermden. Dus ja, dat waren allemaal mannen, hè? Ja, die vrouwen dus zijn thuis. Dat het, die waren hiermee bezig. Die waren meer hiermee bezig. Ja. En we hadden verpleegsters nodig die we ons konden verzorgen dan als soldaten natuurlijk. Dus vandaar eigenlijk. Maar inmiddels zijn er gelukkig in die dam een drietal verenigingen die nu ook toestaan dat de dames... En er was één tegenstem, hè? Maar goed, er was er maar één. Ja, er was maar één. Dan gaan we nu de rol omdraaien. Jij even voor die baby zorgt. Dan ga ik ga zorgen dat de baby heel graag snel bij moeder terechtkomt. Dankjewel. Gaan we even naar de fotowand. Want ook in die dam hebben mensen weer allerlei foto's opgehangen. Met een mooi verhaal.
Dat hoop ik althans. En ik begin met deze, ja, u zit er zo mooi bij, met deze meneer. Die ook heel erg mooi op de foto staat. Ja, wat is dat voor foto, meneer? Nou, het is gewoon een foto genomen daar aan de overkant. Ja, ik ben Jordanees, dus dat... ik praat op mijn manier, hè? Ja, dat mag. Ik krijg geen dienst. U praat gewoon Jordanees? Ja, en hoe lang woont u ik ben geboren, ik kom vandaan. En hoe lang woont u hier in Diem dan? Nou, wat denk ik? Ja, 4 jaar. Al? Maar hoe oud bent u? Ik word 76. Ja, dan heeft u 72 jaar hier niet gewoond. Voelt u zich een beetje geaccepteerd? Ik ga nooit meer weg. Ja, nog één keer, maar dan ga ik ja, een maatje. En u bent daar, u staat er niet voor niets zo mooi op, want u bent model. Ja, als je het zo wil noemen, wel. Ja, dat is voor een blad genomen, maar u heeft ook aan tv-programma's of meegedaan. Ja, heb ik ook gedaan. Ik heb in Lelystad gewoond en heb ik meegedaan in Medisch Center West, een keer of 15. En ik heb gedaan van Zeggers A, met Carrie Tefsen. En ik heb gedaan, gewerkt met Kraaikamp en Valkenhagen. Hoort u de muziek? We hebben er gewoon speciaal muziek onder gezet voor u, hoort u dat? Nou, harder kan hij niet, hoor. Waarom niet? Ik heb wel even blaren, hoor, door het ding. Had u ook tekst? Of ik tekst heb? Ja, in Medisch Centrum West bijvoorbeeld. Ja. Wat dan? Ik was meneer Boltering. En ik was ijdelfigurant. Ja, wat moest u dan voor zeggen bijvoorbeeld? Noem eens een zin. Ja, ik sprak toen met, hoe heet die, met Hul, hoe heet die gozer nou? Ja, ik weet het niet. Ja. Als u nou even nadenkt, kom ik straks wel even terug nog om die zin te horen. Ja, welke zin u moest zeggen. Ga ik even naar deze foto, als u het goed vindt. Deze dame met de baby. Kom maar. Ben jij dat? Nee. Dat is mijn moeder. Dat is je moeder. Ja. Ze is voor de eerste keer 18 juli oma geworden. Gefeliciteerd. Oma. Ja. En hoe is het om oma te zijn? Heel bijzonder, maar wel schitterend. En hoe oud bent u? 43. Oh, dat is jong. en jij bent mama geworden? Ja. En hoe oud ben jij? 19. Oh, dat is jong, meid. Ja. Ja. Zondag wordt ze 20. Zondag ben je jarig. Ja, aankomende zondag. En waar is je babytje nu dan? Die ligt op het moment in het ziekenhuis, want zijn gezondheid die is heel slecht gegaan. Oh, meid. Maar morgen mag hij gelukkig naar huis toe voor de eerste keer. Dat is een goed nieuws. Na 4 weken. Oh, wat dus, fijn. Ja. Oh, wat fijn. Maar heb je bewust gekozen van ik ben 19 en ik ga een kind krijgen? Nee. Dat is een beetje per ongeluk. Ja. Maar je bent er wel blij mee. Ja, heel erg blij. Ja. En je moeder ook, zie ik. Ja, heel erg blij. Dus morgen naar huis? Ja. Doe een dikke knuffel van mij. Dat doe ik. Ja, en gefeliciteerd vast met je verjaardag. Dank je wel. Een trotse moeder en een oma. En dan deze. Ja, u mag zo wat vragen. Maar ga even naar hem. Kom even. Hé, je hebt een heel schattig hondje opgehangen. Hoe heet jij sowieso? Tigo. Tigo, en wat is dat voor lief hondje? Dat is ons nieuw hondje. We hebben pas een nieuw hondje gekocht. En hij heet Joep. En daar is hij nog klein, maar hij weegt nu al 14 kilo en hij is al 15 weken. En wat is het voor ons? Ben en Senne. Oh, wat lief. En ze worden heel groot. En daarom heb ik deze foto opgehangen. Doe eens aanwijzen hoe groot ze worden. Zo. Zo. Hey, en ik heb jou vandaag al een paar keer gezien, hè? Ja. Ik vind jou een bijzonder kind. Echt waar. Ja. Ja. Dat komt omdat je zo open bent. Ja, dat weet ik niet. Ja, nou, dat ben je wel. En ik heb deze foto opgehangen omdat ik van de hond hou. Ja. En ja, dat was het. Nou, ik vind het prachtig. Dankjewel. Heel goed gedaan. Heel goed gedaan. Nog eentje. Steun Zuid-Afrika. Ja. En ik heb nog heel weinig tijd, maar ik vind het heel fijn als jij je verhaal nog even vertelt. Want wat is het verhaal van Zuid-Afrika? Nou, ik doe op school mee met het Zuid-Afrika-project. Dus voor het Limous College en mijn werk samen met Chip. Dan willen we geld inzamelen met acties. En daar willen we naar Zuid-Afrika gaan en een kleine kleuterschool bouwen. Zelf een kleuterschool bouwen? Ja, we zijn nu met 25 leerlingen. En 10 à 15 gaan erdoor. Maar waarom wil je dat? Nou, ja, Zuid-Afrika trekt me altijd al. En bij de... We hadden een keer bij inkomst en toen was een filmpje van 2 jaar geleden. En toen heb ik gekeken en toen kreeg ik echt een traan in mijn ogen toen ik het zag. Dus toen wil ik helemaal meedoen. En kun je specifiek zeggen waardoor je traan in je ogen kreeg? Waar komt dat dan door? Nou, door de armoede vooral en de kleine kindjes zonder ouders, de weeskinderen.
En daar wil ik echt mee helpen. En wij gaan ook, daar gaan we kinderwerk verrichten. Dus ook veel liefde geven en alles. Super. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Ja. Supermooi, dankjewel. Het Liebers College voor Zuid-Afrika. En als... Mag ik wel? Ja, je mag even veel inzeggen. Als mensen nog wat willen doneren, dan kan je hierop doen. Het goede doel, wij gaan het op onze site zetten. Okay, als je wat wilt doneren, heel graag. Dankjewel. Ja. En ja, ik ben heel erg blij dat er in deze show ruimte is voor allerlei soorten mensen. Voor hele bijzondere mensen, voor dikke, dunne, lelijke, mooie. Dat maakt allemaal niet uit. En daarom ben ik blij dat de volgende man erin zit. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ik kondig hem heel graag aan. De bijzondere en de markante Chris. Dat is Leila. Mijn liefste leutjes. Dat is voor jullie. Je hoeft je niet te generen als je wat hebben wil pakken, maar ik heb graag het hele boel opgekeerd. Dus dan weet je dat. Oh, wat lief, dankjewel. Oké dan. Nou, je pakt het maar even nodig, hè. Ja, god, ik heb altijd iets met Peter gehad, weet je wel. Zeg, ik heb 16 jaar lang met paard en wagen rondgereden hier. En wat deed je dan als je rond ging rijden met paard en wagen? Ja, de boodschappen. Ja. En grasmaaien. Ik kon toen overal van die bermen van de gemeente dus. Die kon ik dus maaien dan, hè. Ja, dat was eigenlijk een dagtaak dan. Dat was hartstikke fijn, vond ik. Kijk, en af en toe dan kreeg ik nog wel eens een keer een leuke reactie op, weet je wel. Hè? Mensen die hier geweest zijn, of die dat nog weten. Maar om nou te zeggen van... Wat ik wel jammer vind, dus van ze kennen mij allemaal van met die ponies, maar ik 16 jaar gedaan heb, nee. Waar kennen de mensen je nu van, in Didam? Als ze zeggen Chris Scheffer? Ja, dat is heel verschillend. Wat zeggen ze dan? De een die zegt, die is hartstikke gek, en de ander die vindt me super. Ja, de een zegt, hij is hyperintelligent. En er zijn er ook die zeggen, hij is gewoon stapelgek. Die moet in een inrichting. Ja, dat wil je ook wel. Ja, niet dat ze me openlijk krijgen en me smoel zeggen, maar zo is het wel. Snap je? Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik natuurlijk rood. Nou, ik terugkijk, en dat doe ik, en vaak ook. Vandaar dat ik daar met een beetje over zit te praten, begreep ik. Toen ik 18 was, hè, toen zat ik een keer in Arten. Toen zag ik daar bij die kinderboerderij, ik denk, daar bouw ik een keer naar. Ik had helemaal niet wat een ander had van beroepskeuze of zo, dat had ik gewoon niet. Het werd me opgedrongen, dit moet je worden, dat moet je doen. En dan deed ik dat maar. En dan, je snapt natuurlijk, sociaal was ik natuurlijk nergens wat. Want ik ging nooit met mensen om. Ja? Maar dat lag, dan kun je zeggen, het lag aan jezelf. Ja, oké. Maar dan op een manier dat je zegt, nou, als je zo opgegroeid bent, dan kun je niet anders. Dan is het nog een wonder dat ik me geestelijk staande heb gehouden. En niet totaal onder de deur gegaan ben. Ja, en toen was mijn vader dood. Ik denk, nou, dan ga ik doen wat zijn artes ook deden. Ja. Het had ook minstens 20 jaar gefungeerd als kinderboerderij. Ja, het was gratis toegankelijk. Ik heb dat hier 20 jaar minstens gedaan. Maar dat is het echt. Hier heb ik zelf voor gekozen, weet ik achteraf. Want wist ik toen niet. Ik zei, Willem wordt zakenman en ik word dorpschik. Ja, en zo is het ook. Ja, toch. Ja, ik had gedacht... dat je wat, moet ik zeggen, wat breder de dingen zou zien. Maar het is allemaal heel bekrompen bij de meeste mensen. En dat is gewoon. En laten ze dan denken dat geen mens kan me niet schelen. Is ook wel eens ongemakkelijk. Maar ja, daar moet je mee leven, hè. Schat, je mij niet, moet niet vergeten. Ik ben 68, ik loop met een man kapot. Dan moet je niet met alle dingen verwachten. Dat je zegt van, godse mijne, wat wil ik allemaal nog? Wat kan ik nog? Weet je wel, zulke dingen. Nee, ik zeg gewoon, dit hier, dat is een eindstation en zolang het kan. Zo mensen, wie hier kent deze Chris? Je kent hem? Een beetje. En wat vindt u er nou van als u hem zo in een filmpje ziet? Nou, Chris die is heel keen. Hij heeft jaren bij de Hero gewerkt. En als je met hem zo aan het praten komt, als je langs een hek loopt, dan... jawel, je kunt een heel goed gesprek met hem volgen. Maar toch zijn er veel mensen die dat niet doen, hè? Hoe komt dat dan? Ja, ze zijn een beetje,
Omdat hij er anders uitziet? Ja, is dat het? Ja, ze ja, vinden ja, zijn haardracht niet goed, of wat is het? Nee, nee, nee. Ja. Hij verwaarloost zich een beetje. Ja, ja. Een beetje veel. Maar dus, ik hoor ook dat hij vroeger een kinderboerderij heeft gehad waar veel kinderen kwamen. En nu zijn de kinderen die eieren tegen zijn ramen gooien. Ja, nou, dat is wel een beetje zielig. Zitten hier kinderen bij die met eieren gooien? Nee, hè? Zou je nooit doen, hè? Zijn jullie er wel eens geweest bij hem? Ben je wel eens gaan kijken? Nee? Ik woon in Duiven. Oh. En jij, ben jij er wel eens geweest? Nee. Zou je er wel eens willen gaan kijken? Misschien. Maakt het je uit hoe iemand zijn haar zit? Nee, maar mij niet. Nee, toch? Nee, nee, lijkt me ook niet. Nou, ik vind dat jullie dat soort kleurrijke types in je hart moeten sluiten. Zijn bijzondere mensen, toch? Vind je niet? Ik ga naar het spel. Want... Coach? Ja? Zet jij een beetje tevreden over het verloop van dit allemaal? Nou, ik hoop dat jullie tevreden zijn. Ik ben tevreden daarover. We hebben onze best daarvoor gedaan. We gaan, ik ga nog even... Ga maar eens even kijken. Ik duik het ziekenhuis nog in, hè? Want hier ligt een mevrouw met een gebroken been. Hi. Hi! Gebroken been. Wat is er gebeurd? Ik heb je been gebroken. Op vakantie. Echt, hè? In het echt? Ja, vanmorgen ging echt het gips af, dus... En nou heb je het er weer om laten zetten? Ja, eventjes, hè? Voor de show. Voor de show. Maar wat is er gebeurd in de vakantie? Gewoon van een trapje gevallen bij een hotel. Was met de dames op fietsvakantie met mijn vriendinnen. Wat lullig. Ja, stom, hè? Ja. Was het aan het begin of aan het eind? Aan het eind. Oh, gelukkig. Dus... Nou ja, als het dan moet gebeuren, dan liever aan het eind, toch? Dus het zit er nu op, dus. En dit is... u bent echt dokter? Ik ben de persoonlijke begeleider. Oh... U bent een persoonlijke begeleider. Ik zag hier, er zit een dokter Hemels aan de overkant. Nou, dat is een apotheek. Oh, want ik dacht al, ik ga niet naar dokter Hemels. Dat klinkt... daar wil ik niet heen, hoor, jongens. Ik ga even terug naar de coach. Gaat het goed met jou? Ja. Mooi. Ja, je ziet er ook best gelukkig uit. Nee. Niet? Ben je ongelukkig? Nee. Vind je me eng van dichtbij? Hij duikt heel ver weg in zijn kussen. Ja, zegt hij. Je bent heel eng van de... Is ook zo. Coach. Ja. Bijna aan het eind. We moeten nog even dansen met de klinieklowns en met de rolstoelers. En we gaan zingen De Glimlach van een Kind. Kent u dat? Ja. Laat de klinieklowns en de rolstoelers maar komen. En dan staan er daarvoor ook nog een heleboel dames, vooral in rolstoelen. Als daar nou mensen achter staan, doe lekker mee. Doe schek. Lekker rolstoel dansen. Wie er wil, hè? Start de muziek maar, we gaan er maar zingen. Kom op, jongens. Beseffen dat je leeft. De glimlach van mijn kind. Dat nog een leven voor zich heeft. Een leven is de moeite waard. En soms wel of niet. Maar met liefde, geluk en plezier. Rolstoelers, klinieklowns. We gaan naar de checks. Om 6 uur is er geteld. En ik weet niet meer wat het vorige record was, maar voor zo'n klein dorp, 505 mensen. Jullie hebben alle records. Wow. En dat was een knipoog, hè? Klein dorp. Heerlijk, hè? De decoropdracht, nou ja, helemaal geweldig. Het ziet er weer super uit. €300. En dan op... €400 voor de verzamelopdracht. Ik moet heel snel, ik moet afkondigen. Ja. Morgen zijn we in Elburg. We gaan eruit met muziek van het koor. Mengelmoes, je kent Bonnie St. Clair nog. Die staat ervoor te dirigeren. Ja. Coach bedankt, team bedankt. Dida bedankt. Thanks.
Het Gelders betaald voetbal in beeld bij TV Gelderland. Kijk naar verslagen, achtergrondreportages, portretten en een blik achter de schermen bij Vitesse, NEC en De Graafschap. Mis geen bal en kijk voor de uitzendtijden van de diverse clubjournaals op omroepgelderland.nl.